Ja, Excel is heel goed in rekenwerk. Behalve sommen heeft Excel veel meer functies waar je berekeningen mee kunt maken. Wel 460 om precies te zijn. Maar met Excel kun je ook heel goed gegevens bijhouden. Die gegevens worden door bedrijven bijgehouden en moeten vervolgens geanalyseerd worden. En de vraag is dan, welke boodschap zit er in die gegevens verborgen? En wanneer je dat gaat visualiseren, komen die gegevens heel erg tot leven. En daarover gaat mijn boek, Data Visualisatie in Excel... Om te helpen om de boodschap die in die gegevens verborgen zit aan het licht te brengen. Een heel mooi voorbeeld van een niet voor de hand liggend uh, diagram is het Senki-diagram. Een bedrijf heeft bijvoorbeeld inkomsten uit verschillende bronnen: dat kan uit verkoop zijn, uit geleverde diensten, uh, bankresultaten. Die kun je in banen zichtbaar maken, die gaan naar het midden, naar een blok, dat is je kapitaal. Vervolgens wordt dat kapitaal. Uitgesplitst en uitgegeven aan diverse posten. En dat is heel goed in Excel te maken, vraagt een paar extra stappen, maar die worden allemaal uitgebreid in het boek beschreven. Denk bijvoorbeeld aan een thermometer-diagram. Een staaf laat zien welk doel wil je halen en tegelijk in hoeverre is dat doel al behaald. Een ander voorbeeld is de snelheidsmeter, die vooral bij managers op een dashboard heel goed zou staan. Een wijzer slaat uit en laat precies zien. Hoe ver is het resultaat van het bedrijf behaald? Verder laat ik ook zien hoe je een taardiagram kunt maken. Die vinden mensen heel makkelijk en aantrekkelijk. Alleen ik vind een taardiagram in de meeste gevallen niet geschikt. Omdat die helemaal niet de boodschap laat zien die je wilt weergeven. Mijn boek probeert twee werelden bij elkaar te brengen. Aan de ene kant helpt het je kritisch na te denken over... welk type grafiek kan mijn boodschap het meest helder in beeld brengen. En aan de andere kant, welke technieken van Excel heb ik hiervoor beschikbaar en hoe gebruik ik die?